zeker wel. Om dan wereld te komen. Ja, dat het gelukt is, Jack, nu met deze kanja, met Bokito, die je erbij hebt gehaald 4 jaar geleden. Zo zie je maar, hè. Gorilla's die staan hun mannetje wel. Ja. je hebt de kans gekregen 4 jaar geleden. Dat was ook natuurlijk vrij uniek toen, toen je een moeilijke periode had, Steve. Ja, nee, dat zei ik net nog. Ik was natuurlijk gewoon geblesseerd. En dan moet je... Dan, je wilt verder, maar je moet hopen dat het mooiste is dat je natuurlijk in een goede ploeg verder kan. En ik was ook wel heel erg blij natuurlijk dat Jack me belde om te vragen of ik bij hun wou komen schaatsen. En uiteindelijk blijkt ook dat het niet beter kon. Wist jij dat meteen al, of voordat je hem haalde, dat dit mogelijk zou zijn? Je hebt ervaring met wereldkampioenen. Tuurlijk wist ik dat. Nah. Maar je hebt ervaring met wereldkampioenen, kom op. Nou, kijk... Dujan de Lotto? Ik zeg zo de nummers. Nee joh. Kijk, Steve, je weet gewoon dat hij heel veel kwaliteit heeft. En dat hij bij de beste schaatsers van de wereld hoort. Maar ja, een wereldkampioen sprint worden, dat doe je niet zomaar. En dat is heel erg lastig. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar ik weet wel, wat ik wel weet is dat hij de mogelijkheid heeft om het te worden. En hij heeft het waargemaakt. Ja, wanneer krijgen jullie het idee dat het echt met hem zou moeten gaan lukken? Als je hem langer in de ploeg hebt, wil je hem beter kennen. Nou ja, je ziet natuurlijk op een gegeven moment dat hij ook sneller 500 meters gaat rijden. En als je dan klasse... Zij is de ploeggenoten. Zeker. En niet alleen zijn ploeggenoten, het hele team. Hè. We hebben natuurlijk een heel team met nog een hele hoop andere begeleiding. Die natuurlijk ook gewoon een steentje bijdragen. Sikko, je zit er een paar jaar bij. Je staat wat te dromen. Maar mooiste moment voorlopig bij Control? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik mocht erbij zijn. Hè? Mooi. Nee, ja, nee, tuurlijk. Wereldkampioen. Het is denk ik de moeilijkste titel die je kan winnen. Dus geweldig. Steve, jij hebt 2 jaar geleden Mark Tuitert Olympisch kampioen zien worden. Bij jou ging het juist mis op de Spelen. Heeft dat mede gemotiveerd? Of kon je daar ook zien van, nou ja, het moet mogelijk zijn na jarenlang vechten? Nooit opgeven? Nee, ja, dat is misschien wel het belangrijkste. Nooit opgeven. Nee, ik was er toen van overtuigd dat ik kon. En dat ben ik de hele tijd gebleven. En dat was ik ervoor en ben ik daarna ook nog steeds gebleven. Dus dat, alleen ja, het is op een gegeven moment wel frustrerend soms als het dan niet zo vaak soms niet lukt. En daarom ben ik des te blij dat het nu allemaal klopte en dat ik nu dit wist te winnen. Ja. Jack, de laatste dagen voor het toernooi dan nog. Hoe hou je Stefan rustig? Of wat heb je tegen hem gezegd moeten zeggen de afgelopen week? Niet zoveel. Hij had ze, vond ik, erg goed op een rijtje en hij wist volgens mij gewoon precies wat hij hier ging doen. En ja, hij maakte een paar kleine foutjes, maar die maakt iedereen. En uiteindelijk vond ik hem erg rustig voor de laatste afstand. Rustiger dan anders. Ik vond dat hij heel veel zelfvertrouwen uitstraalde. En nou ja, hij deed het geweldig. Hoe bleef je rustig? Wat was het geheim achter het rustig blijven? Ja, gewoon op de dingen blijven letten waar je mee bezig wilt. Zorgen dat je weet hoe je race wil rijden. Technische dingen bedenken hoe je ze wilt doen. En daarnaast wel natuurlijk jezelf zo oppeppen, agressief maken dat je alles eruit ramt. Maar ja, dat is de lastigste balans misschien wel met een sprinttoernooi. Dat je technisch goed schaatst en ook toch heel agressief bent. En dat is altijd een moeilijke balans. Je schiet altijd soms een verkeerde kant op. Dat is het moeilijkste eraan, denk ik. Ben je ook rustiger geworden door het ventje wat nu thuis zit sinds afgelopen zomer? Ja. Kleine mannetje? Tuurlijk. Nee, ja. Mooi verhaal, hè? Nou ja, ik schiet helemaal vol. Nee, ja, nee, dat, ik vind het is het mooiste wat er is. Misschien mooier als dit nog steeds. Dat zeg ik wel. Maar nee, het is niet zo dat ik nou voor de start sta en ik denk van ik ga voor Luc rijden of zo. Of iets heel heroïs op die manier of zo. Nee, maar misschien heel stiekem moet ik wel toegeven dat Esther zei van tevoren vandaag van... Ja, je zegt elke keer dat je niet voor Luc rijdt. Rij nou maar eens een keer wel voor Luc dan. Ja, ja, ja. Dus misschien dat het dan onbewust toch ergens wel gebeurd is. Wat zijn we daar een beetje lullig op een rijtje? Ja, jij zet ons hier neer zo. Ah, daar mag wel wat emotie achter zitten. Grijp je jongen vast. Je wereldkampioen. Dat hebben we toch al gedaan, man. Ja, joh. Jij wilt even een serre zetten. Nou, heb je het wel. Hey.